Ik ben Maud. Ik ben vandaag 30 geworden. Ik werk nu ongeveer 3 jaar bij KPMG. Ik heb 2,5 jaar in het recruitmentteam gezeten. En daar ben ik ook onderdeel geworden van de Young Board, secretaris van het Kleinveldfonds. Een fonds dat KPMG'ers helpt als ze in financiële problemen zitten. En ik ben nu onderdeel van het team Leadership, Culture and Inclusion, waar ik de functie adviseur, cultuur en leiderschap mag vervullen. Ik wilde heel graag bij de Young Board, omdat ik om mij heen, niet alleen binnen KPMG, maar ook in het nieuws en dergelijke, zie hoe leiders zich gedragen, hoe bedrijven zich in de markt bewegen. Dat heb ik altijd enorm interessant gevonden, voornamelijk vanuit dat gedrags- en cultuurperspectief. En daarom wil ik graag bij de Young Board, om echt te kijken hoe zit dat nou van binnen in een bedrijf en wat kunnen wij daar nou als jongere generatie aan veranderen. Soms lijkt het alsof er een heel erg groot gat zit tussen de generaties. Dus bijvoorbeeld de generatie die op dit moment vaak bedrijven leidt en de generatie die nu de carrière start. Maar juist door die open dialoog kom je erachter dat die kloof nou in ieder geval te overbruggen is en meestal zelfs niet eens zo heel erg groot. Ik ben opgevoed door een katholieke vader en een atheïstische moeder. Dus ik heb vanaf jongs af aan al geleerd dat eigenlijk niks onbespreekbaar moet zijn. En dat als je met een open gedachte en een open blik overal ingaat, dat je dan in ieder geval tot fijne gesprekken, maar uiteindelijk ook tot resultaten komt. Ik vind het leuk om met onderwerpen bezig te zijn die hier en daar een beetje schuren. Dus dan kun je denken aan omgangsvormen, hoe leiders zich horen te gedragen, zouden moeten gedragen binnen een organisatie. En dan kom je best wel eens pijnpunten tegen. En daarop een manier doorheen werken die voor alle partijen prettig is en ook daadwerkelijk resultaat oplevert. Dat geeft mij heel veel energie. Ik weet niet of het echt telt als break the bias, maar ik heb vrij recent voor mezelf besloten dat ik mensen die bijvoorbeeld tegen mij zeggen dat ik iets niet kan, dat ik die niet meer mijn keuzes ga laten regeren. Ik hoop dat als ik meiden, vrouwen die dit zien, iets mag leren, dat is dat je dus gewoon je hart moet volgen en echt wel mag gaan staan voor wie jij bent. Dat je echt jezelf mag zijn.